We hebben hier de glasbreektang, ja, iets luxere variant. Deze is helemaal van metaal. Er zit ook een schroefje op, dus je kan ook bepalen ja, hoe die gebroken moet worden. Heb je dikke materiaal, dan kan je hem stellen. Het werkt eigenlijk hetzelfde als de kunststof. Er zit ook een streep op. Alleen wat er hierbij is, dat is dat er rubberen dopjes op zitten. Die zijn ook los te leveren. Alleen dan zou ik ze even in warm water leggen. Want dan ja, krijgen ze er gewoon makkelijker op. Het heeft rubberen handvaten. Een beetje anti-slip. Dus het ligt lekker in de hand. Ik heb hier een glasplaat met een snede erin. Je plaatst hem erop, streepje op streepje. En je breekt hem eigenlijk. Dus ja, eigenlijk heel eenvoudig. Dus dit is de glasbreektang. Ja, een luxere variant.